Normaal gezien gaat dit evenement eenmaal per jaar door in een andere stad in Vlaanderen. Dit jaar is dat Mechelen. Maar we zijn zeker en vast van zin om dit evenement volgend jaar te laten herhalen. Maar dan buiten het kader van JCI Vlaanderen, maar gewoon als een Mechels evenement. Verder is Mechelen natuurlijk de opkomende ondernemersstad. Bart Somers doet echt veel moeite om van Mechelen de stad te maken waar grote bedrijven naartoe komen. Waar we knooppunt van spoorwegen, autosnelwegen, alles wat je wilt is hier vlakbij. De luchthaven is 8 minuten afstand. Grote bedrijven komen naar Mechelen. JCI is ondernemende club, springt mee op die trein en wil gewoon zorgen dat we hier een dynamische beweging krijgen richting ondernemerschap. Wij zijn een van de weinige reclamebureaus die ook specifiek aan antropologische marketing doen. Dat betekent het uitzetten van campagnes naar etnische minderheden, Marokkaanse, Turkse en zo verder gemeenschappen. Naartoe op een antropologisch model wat wij eigenlijk uitgevonden hebben via community consultants. En dat zijn consultants die bij de doelgroep leven, in de gemeenschap leven en ons de ideeën, de know-how geven om zo succesrijke campagnes te doen. Dus niet vanuit behind the desk marketeren, maar echt vanuit de field. En die cases heb ik vandaag gebracht. Ik ben oprichter van Red Sessel. Het is eigenlijk een onderneming die creativiteit en innovatie wilt promoten en ook faciliteren binnen organisaties. Omdat ik vind, ja, we leven in tijden waarin dat de wereld heel erg verandert. Enorm veel concurrentie en tijden van crisis, dan heb je nood aan creativiteit en innovatie. Maar heel wat bedrijven worstelen daarmee van hoe moet je dat nu precies aanvangen. En ik help hen eigenlijk in dat innovatietraject te begeleiden. Maar veel ideeën hebben is niet voldoende voor innovatie te hebben binnen je organisatie. Ideeën moet je gaan concretiseren, realistisch gaan maken en in je bedrijfscontext gaan plaatsen. En dan kan je pas spreken van innovatie. Maar innoveren is risico's nemen, maar berekende risico's. Zelfcommunicatie is de communicatie met je eigen als persoon. Bepaalde mensen zitten op een bepaald niveau van denken. En sommige mensen hebben daar erg in. Maar die mensen moet je juist met rust laten. Die mensen zitten op dat niveau van denken. In communicatie bedoel ik van je zelfcommunicatie is van je kunt naar een hoger niveau gaan. Door bepaalde technieken te gaan toepassen, kun je dan terug business gerelateerd heel wat meer successen gaan boeken. Kies nu voor minder stress met mindfulness. Dus waarover gaat het stressmanagement in het algemeen? Waar denk ik de meeste mensen wel iets... Ik denk dat het mensen kan helpen met hun carrière om bewuster te zijn, om authentieker te zijn. Want heel vaak zitten we in het actie-reactie schema. Dus er gebeurt iets, ik reageer, weer iets, ik reageer. En dat is niet altijd het juiste wat je doet. En zeker in deze tijd, met crisis, met andere manieren van managen, je moet veel meer kunnen omgaan met crisissen. Dus het is belangrijk om te kunnen stilstaan van wat gebeurt er nu eigenlijk. Eventjes gewoon te inventariseren en dan, ik kies ervoor om dit te doen. Dus in plaats van actie-reactie. John Kabat-Zinn, de uitvinder, zegt don't react, respond. Bijvoorbeeld, iemand roept tegen mij, actie-reactie is, ik roep terug. Of ik ga in de verdediging, of ik word heel klein. Don't react, respond is, ik kan ervoor kiezen om terug te roepen, maar ik kan er ook voor kiezen. Ik ga dat niet doen, want dat gaat niets bijdragen aan de relatie. Als ik kalm blijf, gaat het beter zijn. Kies daarvoor. Geniet van het moment in plaats van samen met het drinken van die koffie. Oh, ik moet dat nog doen, ik moet die bellen, ik moet dat doen. Dan ben je niet mindful. En zo kan je heel veel momenten op de dag vinden waar je gewoon even 2 of 3 minuten iets bewust doet.